2022 is tot nu toe een absoluut zonnejaar geweest. De zon heeft zo vaak geschenen dat veel mensen zich afvragen van moet ik geen zonnepanelen plaatsen? Zeker met die extreem hoge energieprijzen in het achterhoofd. Is dat eigenlijk het eerste waar iemand aan moet denken als hij of zij energie wil besparen? Zonnepanelen zijn een aanrader, maar er zijn eerst andere prioriteiten. Als je weet dat de verwarming of de energie die nodig is voor de verwarming zowat 80% uitmaakt van alle energie die je nodig hebt voor een woning, ja, dan is het beter om eerst op de verwarmingsbehoeften in te spelen en het huis of het appartement te gaan isoleren. Dat is de eerste absolute prioriteit. Ten tweede moet je ook letten op het verbruik van je elektrische toestellen en dat verbruik echt zo laag mogelijk krijgen. Dus toestellen uitschakelen als je ze niet gebruikt, het sluipverbruik verminderen, energiezuinige toestellen kopen. En dan kijken naar het energielabel of naar de resultaten, de testresultaten in onze koopwijzers. Oké, okay. Nu, in het begin van 2021 is de terugdraaiende teller in Vlaanderen afgeschaft geweest. Heel wat mensen hebben toen gezegd, ja, voor mij geen zonnepanelen meer. Maar nu, ja, met die extreem hoge energieprijzen, zijn zonnepanelen rendabel, veronderstel ik? Ja, absoluut. En ze zijn rendabeler dan voorheen, hè. Eigenlijk is het financiële rendement van een fotovoltaïsche installatie afhankelijk van drie factoren. Dat is de aankoopprijs van de installatie. Ten tweede de prijs van de elektriciteit die je anders van het net moet afnemen en die je dankzij zonnepanelen zelf kunt produceren. En ten derde ook de zogenaamde terugleververgoeding. Dat is het tarief of het bedrag dat je krijgt voor stroom, eigen stroom die je dan op het net steekt. De aankoopprijzen is dus één zaak, maar die twee andere zaken zijn wel degelijk een heel stuk verhoogd, wat maakt dat het financieel rendement van investeringen in zonnepanelen hoger ligt dan voorheen. Dus als we spreken over terugverdientijden en we vergelijken de situatie van voor de huidige energiecrisis met die van nu, ja, dan zien we voor Vlaanderen bij een installatie van bijvoorbeeld 1500 euro per kilowattpiek aan vermogen, ja, dan zien we eigenlijk een terugverdientijd van amper 4 jaar, waar die voorheen 10 jaar was. En voor Brussel is het 3 jaar, waar het voorheen 5 jaar was. Ja, dus eigenlijk een no-brainer nu voor wie het kan om zonnepanelen te plaatsen. Absoluut. Je moet natuurlijk het nodige geld hebben. Het nodige geld hebben. En over geld gesproken, wat ook heel duur is in aankoop, dat zijn die thuisbatterijen. En die worden vaak in één pakket aangeboden, ook door installateurs en ook vooral aangeprezen aan consumenten. Zijn die interessant, die thuisbatterijen? Eigenlijk niet. Doorgaans niet eigenlijk. Het is namelijk zo dat het nut van een batterij, of het rendement van die batterij, financieel rendement bedoel ik dan, ja, dat die vooral gaat bepaald worden door het verschil in prijs tussen wat je betaalt voor de stroom die je van het net afneemt en het bedrag van de terugleververgoeding. En wat hebben we gezien? Dat die eigenlijk het verschil tussen beide relatief stabiel is gebleven in de voorbije jaren. Wat maakt dat het niet interessanter geworden is om in een batterij te gaan investeren. Eigenlijk zou je bijna moeten uitkomen op een nettoprijs, premie inbegrepen in Vlaanderen, van 300 euro per kilowattuur om daar te geraken en om te zorgen dat je batterij dan afgeschreven is of gerendeerd heeft, sorry, binnen de 10 jaar. En we zien dat dat bijna nooit haalbaar is. Maar bij lagere terugleververgoedingen zou een batterij wel rendabel kunnen zijn. Nee, want dan gaan we zien dat ook de prijs van de stroom gaat zakken en dat dat verschil tussen beide toch relatief stabiel blijft. En dat maakt het niet uit. Super interessant. Als we eens even teruggaan naar die zonnepanelen, hè, Roger. Er is een lange tijd schaarste geweest door de oorlog in Oekraïne. De toeleverketens overal ter wereld waren verstoord. Er was heel veel vraag naar die zonnepanelen ook. Hoe ziet dat eigenlijk nu? Is er voldoende aanbod voor de mens? Veel hangt af van de installateurs. Sommigen hebben wel voldoende voorraad, anderen moeten wel eens wachten op een omvormer. Je kunt er best naar vragen als de installateur langskomt om een offerte te maken hoe het zit met die zaken. Maar zijn die prijzen dan serieus opgelopen ook van zonnepanelen, net door die grote vraag? Die wel, als we kijken naar de offertes die wij van onze abonnees binnenkrijgen, valt de al bij al wel mee. Dus forse prijsverhogingen zien wij niet. Doorgaans zien wij zo prijzen tot 1500, 1750 euro per kilowatt piek. Soms ook prijzen tot 2000 euro per kilowatt piek. Dat vinden wij te hoog. Eigenlijk zou je niet boven de 1750 euro per kilowatt piek mogen gaan om een goede investering te kunnen maken. Roger, zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten? Zijn er nog valkuilen die belangrijk zijn voor de consument om toch te kennen?
Wel, we zien soms toch offertes waarbij een pakket wordt aangeboden van zonnepanelen in combinatie met een warmtepompboiler of een warmtepomp of zelfs ook een klassieke elektrische verwarming, waarbij de installateur dan eigenlijk een globaal bedrag voorstelt waarbij je dan helemaal niet weet wat je precies betaalt voor de zonnepanelen, wat je betaalt voor die andere zaken. Ja, zodanig dat je eigenlijk niet goed kunt vergelijken met de normale prijs. Dus we raden toch altijd aan om ten eerste een zeer gedetailleerde offerte te vragen, ook als het een combineerd pakket is, en ten tweede ook andere offertes te vragen om te kunnen vergelijken stuk per stuk. Oké. Heel wat consumenten, ja, die hebben geen eigen woning, die wonen in een appartement bijvoorbeeld. Ja, dan is de situatie wel anders, want het dak is gemeenschappelijk. Hoe moet je het dan aanpakken? Wel, de klassieke optie is dat men een zonnepanelen gaat plaatsen op het dak en dat daarvoor, of dat die zonnepaneelinstallatie dient om het verbruik van de gemene delen te gaan compenseren. Nu, dat verbruik ligt meestal aan de lage kant, dus zo interessant is het dan niet om zonnepanelen te installeren. Als je dan zonnepanelen zou willen hebben om je privéverbruik te gaan compenseren, ja, dan moet je al het akkoord hebben van je mede-eigenaars. En om dan eigenlijk ook een deel van dat dak te mogen gebruiken, dat is niet evident. Mensen die in een appartement wonen, die weten dat dat niet evident is. Nu is er wel een mogelijkheid sinds 2022 om energie te gaan delen. En dan kun je wel met één installatie van zonnepanelen de opbrengst daarvan gaan verdelen over de verschillende bewoners, de verschillende appartementsbewoners, om dan ook een deel van hun privéverbruik te gaan dekken. Enige voorwaarde is wel dat iedereen dan een digitale meter heeft. En bij dezelfde leverancier zit, denk ik, voorlopig nog. In Vlaanderen is dat in elk geval zo, ja, ja. Maar dat zou veranderen vanaf januari 2023. En in die zin verwachten we dan wel dat dit energiedelen uitbreiding zal vinden vanaf 2023. Interessant. Nog een laatste vraag, Roger. Ja, zonnepanelen zijn een belangrijke investering voor heel veel mensen. Maar wat als je ze bijvoorbeeld leest of via een derde investeerder gaat? Kan dat interessant zijn? Je hebt inderdaad die twee opties. Hè. Nu, wat huren betreft, dan zien we toch wel dat vrij duur uitvalt. In sommige gevallen is dat tot dubbel zo duur in vergelijking met de situatie waarin je zelf de investering gaat bekostigen. Dus in die zin zeggen we dan, nee, doe het maar zelf. Probeer een budget vrij te maken, eventueel een lening aan te gaan om dat te kunnen bekostigen. De andere formule van de derde investeerder, daar is het antwoord minder eenduidig. Veel zal afhangen van de bepalingen uit het contract. Wij raden vooral aan om te kijken naar twee zaken. Ten eerste moet je zien dat het contract geen te lange duur heeft. Hè. Sommige contracten lopen over 25 jaar, dan vinden wij te lang. Wij zouden dat toch beperken tot 10 jaar, zodanig dat je niet te lang aan een en dezelfde firma verbonden bent. En een tweede zaak is, sommige firma's rekenen kosten aan, zelfs voor het zelfverbruik, dus voor de productie van elektriciteit die onmiddellijk zelf verbruikt. En wij gaan ervan uit dat dat allemaal voor de huurder zou dan moeten zijn, of voor de persoon die de stroom creëert en opwekt. En toch zien we in bepaalde contracten dat dat niet het geval is. Waar ik ook nog wel op wijzen is dat contract loopt over x aantal jaar. Als je dan vroeger de installatie zou willen afkopen van die derde investeerder, dat die afkoopsommen schrikwekkend hoog zitten. Dus samengevat, doe het eigenlijk niet. Als je het niet hoeft te huren, als je geen derde investeerder nodig hebt, ja, dan doe je het beter. Wij zeggen van, als je het geld toch niet hebt, eventueel dan toch een lening afsluiten. Er zijn voordelige leningen soms beschikbaar via de gewesten, dus dat is een betere optie en anders is het soms toch beter om nog even te wachten in afwachting dat je voldoende geld bijeen hebt gegaard. Helder. Wil jij meer weten over energie? Neem dan zeker een kijkje op onze website.